Zo'n 2 jaar zijn ze er al mee bezig. En vandaag is een speciale dag. De Hoge Ring in Almere wordt verbreed bij Literatuurwijk en Muziekwijk. En vanochtend wordt een mijlpaal behaald. Tenminste, zo noemen de bouwers het zelf. De eerste brugdelen van de nieuwe viaducten worden op hun plek gelegd. Een grote klus, verslaggever Arend Dubbelboer, is op het bouwterrein. Goedemorgen Arend, wat gaat er allemaal gebeuren? Nou, er gaat een hele hoop gebeuren. Ja, als je nu achter me kijkt, dan lijkt het nog heel erg rustig. Maar dat is denk ik een beetje de stilte voor de storm. Iemand die wel alles precies weet wat er zo meteen gaat gebeuren is Annemie Hadders van de provincie Flevoland. Ja, ik zie al een stuk beton in de achtergrond staan. Met eigenlijk een soort kuip erin. Wat staat er te gebeuren vandaag? Ja, goedemorgen. We gaan hier vandaag de liggers inhijsen van het viaduct. Dus we staan hier naast de Hoge Ring. En we zijn hier bij het viaduct met de Herman Gorteweg, de Literatuurwijk, en daar de Neonweg, het industrieterrein Hoge Kant. En het viaduct wat we aan het bouwen zijn, dat verbindt zometeen weer de Literatuurwijk met het industrieterrein. En is er ook voor de op- en afritten van de Hoge Ring. Want nu kijken we naar de Hoge Ring. Ja, die zien we daarachter nog lopen. Maar die wordt zometeen verplaatst. Die komt een stukje dichterbij. Ja, wat we met de Hoge Ring aan het doen zijn, is... Almere groeit natuurlijk. Hè. De bedoeling is dat we van 200.000 naar 350.000 inwoners gaan. Dus daarvoor moet ook de infrastructuur aangepast worden. Dus dat betekent dat we de Hoge Ring gaan verbreden. Dus we hebben nu 2 rijstroken in elke richting. Nou, dat worden er straks 3. En tegelijkertijd passen we ook 2 kruispunten aan. Dus dat waren kruispunten met verkeerslichten. En dat worden nu wat we noemen ongelijkvloerse kruisingen. Dus de Hoge Ring gaat straks door een tunnelbak onder de Herman Gorteweg en de Neonweg door. Dus dat betekent dat het verkeer op de Hoge Ring straks lekker kan doorrijden. En het verkeer wat van en naar de wijken gaat, dat gaat via op- en afritten zometeen te rijden. Want als ik nu achter u kijk, ik zie eigenlijk al dat het een soort een tunnel wordt. Hè? De weg gaat eigenlijk al naar beneden. Ja, dus we zijn het afgelopen jaar bezig geweest met het bouwen van de tunnelbak. Dus daar zijn we al een ruim een jaar mee bezig. We hebben damwanden geslagen, heipalen en er ligt al inmiddels een betonnen vloer. Dus dat is klaar en dat betekent dat er nu tijd was om het viaduct op te gaan bouwen. Dus dat hebben we het afgelopen maand gedaan. De 2 landhoofden aan de zijkant zijn gebouwd en ook het tussensteunpunt in het midden. Dat is allemaal van beton. En wat we dan vandaag gaan doen is het inhijsen van de liggers. Dus dat zijn de horizontale steunpunten van het viaduct. Dus we gaan nu echt de lucht in. Dat betekent dat nu eigenlijk de brug eigenlijk zichtbaar gaat worden zoals het eruit gaat zien. Ja, dat klopt. Je kan zometeen echt zien dat we een viaduct aan het bouwen zijn en hoe het een beetje straks over een jaar eruit ziet. Ja. En loopt het allemaal een beetje op schema? Ja, op dit moment lopen we nog op schema. Dus we zijn tot en met de zomer nog bezig met de tunnelbak en ook het viaduct. En wat we dan na de zomer gaan doen is dat de tunnelbak dan klaar is. Dan ligt dus ook het asfalt erin. En het verkeer wat nu nog naast de nieuwe Hoge Ring rijdt op de bypass, dat gaan we dan verhuizen naar de tunnelbak. Dus dat gaat dan door de tunnelbak rijden. En dat geeft ons de ruimte om die bypass af te breken. En dan kunnen we dus ook aan die kant het viaduct afbouwen en de op- en afritten. Dus daar zijn we het hele najaar en de winter nog mee bezig. En dan is de planning dat we op 1 februari volgend jaar open gaan helemaal. Dan is de brug dus helemaal klaar. Dus nu wordt er dus nog heel druk gewerkt. Ik kan me voorstellen dat het ook wel interessant is voor de buurtbewoners die hier dan zijn van dat ze nog wel even willen komen kijken. Ja, zeker. Dus we zijn ook heel blij dat we eindelijk hier het bouwterrein een stukje kunnen openstellen voor de buurt. Dat kon natuurlijk de afgelopen 2 jaar niet. Dus wat we nu hebben gedaan is, wij staan hier ook op een stukje bouwterrein wat we hebben afgezet voor de buurt. Dus de buurt kan vandaag en ook donderdag gewoon komen kijken. En dan heb je dus heel mooi zicht zometeen op het inhijsen van de liggers. Er is vandaag ook een barista aanwezig voor een kopje koffie, dus iedereen is van harte welkom. Zo dadelijk dus wordt het dus begonnen met de eerste liggers neer te leggen, zodat de brug die hier gebouwd wordt eindelijk een beetje contouren gaat krijgen. Arend, bedankt en we spreken je straks weer als de liggers op hun plek liggen.